Yo, leuk dat je er weer bent. Het is tijd voor een nieuwe XCOM-dag. Je had het al geraden. En inmiddels ken je de riddle ook wel. Ik ben Tom, XCOM 2 War of the Chosen, Gamersnet.nl. We gaan ervoor en we gaan verder. Ik zie dat we een notificatie hebben bij de soldiers. En dat is... Sander heeft een promotie. Sander is teruggekomen van zijn covert action. We gaan kijken waar die in welke klasse hij terecht is gekomen. En dat is in dit geval de Ranger. Die kunnen we altijd wel gebruiken. Maar als ik zo kijk naar ons complete overzicht, we hebben ontzettend veel verschillende klasses inmiddels. We hebben al een heleboel van bepaalde klasses. Het is nu vooral de zaak dat we ook daadwerkelijk sterker worden. Promoties zijn we naar op zoek. En supplies. Vooral supplies eigenlijk. Nu ik het zo zie, we hebben er nog steeds 45 en we hebben hier twee lege area's die we heel makkelijk in kunnen roosteren. In de tussentijd wordt nog steeds onze Arcblade gemaakt in het wetenschapshoekje van Tygon. Maar we moeten verder, jongens. We moeten een keer die supplies erbij gaan pakken en daadwerkelijk sterker worden. Dus nee, ik hoef deze rookies niet. Ik wil deze rookies niet. We hebben genoeg rookies. Ik zou graag meer mensen meenemen in ons XCOM team. Maar laten we eerst eens even gewoon wat mensen sterker maken. Want voorlopig hebben we genoeg. Er zijn ook weinig mensen gestorven. Dus wat dat betreft denk ik dat we... Onze ranks zijn gevuld. Voorlopig. Nu is het gewoon vooral zaak dat we groeien. Persoonlijke groei. Daar ben ik naar op zoek. En we hebben natuurlijk Predol Mox terug, onze skirmisher. Beatles is de leider van de skirmishers en volgens mij hebben we ook meteen nu hun hoofdkwartier unlocked. Maar wat vooral het belangrijkste is dat we gewoon Mox hebben, die letterlijk een soort van Batman-achtige guy is die we makkelijk in kunnen zetten. We krijgen een nieuwe faction orders die we in zouden kunnen zetten en we hebben increase in income. Ja, graag. Geef ons meer financiën, meer supplies. Dit zijn wat resistance orders die we nou toch niet in kunnen zetten. We krijgen er twee. Ja, daar hebben we dus at the moment echt helemaal niks aan. Buildfaster, we zouden er naartoe kunnen gaan naar hun hoofdkwartier om sneller te bouwen. Maar goed, we zijn niks aan het bouwen. Dus dan gaan we denk ik maar contact maken. Of, oh nee, hier, hoppatee, er liggen hier nog supplies voor ons klaar. Let's go. Betels, doe je hele monoloog maar. Ik moet supplies gaan halen. Het klinkt cool. Ik ga je negeren en natuurlijk, net voordat we supplies willen oppakken, krijgen we een Guerrilla Ops target. Ik kijk even, we hebben er maar één. Het zijn er niet meerdere waar we uit kunnen kiezen. Dit is er eentje. Het is een easy missie, wederom. We krijgen er wel een scientist voor. En dat vind ik oprecht naar. Ik wil geen scientist, eigenlijk. Ik wil nog steeds die supplies. Maar laten we hem gewoon maar oppakken. We duiken meteen de actie in. We kijken wel hoe ver we komen hierin. Kijk, gevechten zijn ook prima. Missies aangaan, ervaringspunten verdienen, helemaal prima. En jee, we kunnen 5 man meenemen. Dan is de zaak, wie nemen we mee? Want dit is een uitgebreid team. Je ziet dat Guido en ik iets zwakker zijn, iets minder wil hebben door ons gebrek aan slaap, denk ik, de afgelopen tijd. Maar toch is dit wel een mooie soort van layout. Ik wil alleen even kijken of we bijvoorbeeld Arkeo even eruit kunnen halen voor een specialist. Laten we Daan meenemen. Daan moet natuurlijk de medkit krijgen, gezien hij onze medic at the moment is. Trouwens, nee, nu ik over nadenk, kunnen we Marcel niet gewoon meenemen? Waar is Marcel? Is Marcel op missie? Waarom? Marcel is shaken. Hij moet even wat dingen verwerken. Dan gaat Daan mee als onze specialist. Hij kan misschien wat hacking dingen doen, wat healing dingen doen. Maar zijn robotje is altijd fijn. Ik pak de flashbang en de sniper rifle met scope. Hopelijk schieten we dit keer wel raak. Guido is een god. Guido is letterlijk een god, dus die gaat sowieso mee. Lennart is ook een range die we ook kunnen meenemen. Maar we hebben een sitrep met Lost, zie ik nou. Dus de Lost zouden er kunnen zijn. Dus eigenlijk is het beter om zo min mogelijk granaten mee te nemen. Ik wil wel een nanoskill vest. Een nanoskill vest vind ik prima. Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat Guido dat meeneemt. Iets sterker is. Dus je moet Daan hem wel. En... Ik weet dat het leuk is om Peter mee te nemen, maar ik denk dat ik dat toch niet ga doen dan. Want we hebben helemaal niet zoveel aan een grenadier. Dat is niet wat we zoeken nou. Dan nemen we Mox mee. Mox is leuk om mee te nemen. En een granaat dan. Misschien voor een noodgeval is het fijn om eentje te hebben. Kunnen we hem nog een upgrade geven? Kunnen we iemand nog een upgrade geven? We hadden wat wapendingen opgepakt, toch? Nee, niks. Oké, jammer. Dan is dit het. Dan wordt dit ons team. Laten we een wetenschapper gaan fixen. Science! Let's go! Zou dit de missie zijn? Waarbij we bijvoorbeeld eerst mensen verliezen? Ik denk het niet. Als het Lost zijn, moet het simpel zijn. Of ja, niet simpel. Lost zijn nog steeds irritant. Maar
ze doen zo weinig damage en ze komen niet gemakkelijk dichtbij. Je kunt al die headshots aan elkaar chainen. Ik zie het niet gebeuren dat ze ons compleet overrompelen. Vooral niet nu we met 5 man zijn. The aliens' latest project from the Advent Network using something they rigged up in this area. As far as we can tell, the aliens have figured out what's going on and they're sending reinforcements in to destroy the device. Okay. Zij gaan een apparaat kapot maken, wij gaan het apparaat protecten. Is relatief dichtbij, we beginnen in concealment, dat is altijd fijn. Wat we dan allereerst gaan doen is Guido vooruit sturen. Guido heeft het grootste bereik van iedereen. Dus Guido gaat in losse, kleine stapjes vooruit. En er zijn dus lost. Maar dat is interessant, want als er zowel advent zijn als lost, kunnen we natuurlijk ook zorgen dat die twee elkaar gaan bevechten. En we hebben hier dus al onze eerste pot die nog niet getriggerd is. Dus wat ik sowieso wil doen is, we zetten Guido klaar daarvoor. Hij zou nu al een fantastisch schot hebben, denk ik. 69% op de flank. Dat is eigenlijk niet verkeerd, maar Guido gaat vooruit. Hij blijft daar veilig. Hopelijk triggert hij niet een andere pot. En dan kunnen ook onze andere strijders kunnen vooruit. Ja, Lenny mag ook. Lenny is ook een ranger, dus die moet ook op de frontlinie staan. Dus let's go. Mag meteen daar gaan staan. En ik zelf ga denk ik vanuit de lucht proberen te helpen. Of in ieder geval kijken of ik vanaf een verhoogde positie iets kan doen. Dus, beetje gevaarlijk, maar ik sta hier. En we gaan nog niet voor de Overwatch. We gaan gewoon eerst een mooie, mooie ambush opzetten. Die hopelijk kan ik iedereen een beetje veilig krijgen. Daniel is onze medic, gaat in het midden staan. Ik ga iedereen gewoon lekker tegen dit hoekje aanzetten. Mox heeft natuurlijk de ability om ergens naartoe te grappelen. Wat hij bijvoorbeeld gratis zou kunnen doen is hier naartoe grappelen. Maar dat vind ik een beetje gevaarlijk. Ik denk dat hij daar niet helemaal veilig kan staan. Het probleem met verdiepingen is ook altijd dat je niet helemaal zeker weet wat triggert. Soms horen ze in één keer boven je of soms zit er in één keer iets achter je. Oh, en hier zijn lost. Oké, dus misschien gaan zij wel lopen en de lost triggeren. Ja, want ze zijn aggro, maar niet op ons, toch? Ze zijn aggro op de lost. Want wij zaten veilig. Wij zijn in de shadows. Het zou gewoon leuk zijn als onze twee facties die tegen ons vechten het gewoon met elkaar uitvechten. Oké, en daar zijn meer advents. Ja, ik zie dit wel lukken. Als dat onze tegenstand is met wat lost erbij, we good. Ja, de lost gaan duidelijk voor de advent. En dat is helemaal prima. Wat we dus nu hebben, is dat wat we ook doen met deze gasten, we krijgen geheid problemen. We gaan geheid ontdekt worden. Dus ik denk dat het slim is om dat nog niet te triggeren. Even kijken wat ik heb. Heb ik een mooi schot? Ja, op de Lost. Ja, niet op de Lancer. Dat is naar. Ik ben hier nog niet ontdekt, maar we gaan geheid ontdekt worden. Dan heb ik een goede oplossing. Iedereen gaat op de Overwatch. Ja, zelfs Daan, die hier op zich best wel raar veilig staat. Of nee, misschien Daan even hier naartoe. En dan op de Overwatch. Wat is Mox een kans voor een Justice? Ja, die guy wil je niet Justicen. En die guy kunnen we niet Justicen. Dan wordt iedereen een... dan gaat iedereen voor de Overwatch. Guido niet, want Guido gaat de move maken. Kijk, nu staat iedereen op Overwatch en nu gaan we gewoon snoeihard deze guy slashen. Dit gaat helemaal goed komen. Hoppatee! In één klap een sectoid dood. Ik zei het je, Guido is een god. Die gasten hebben natuurlijk ook extra schade van melee, dus dat is ook echt the way to go. En nu is het gewoon freebie, want nu gaan ze rennen. En knallen we ze gewoon allemaal neer. Met dikke overwatches. Had ik daar geen schot op? Oh, hij gaat voor dat ding, maar is zelf ook onzichtbaar. Tuurlijk. Hij slaat dat ding en de lost, er komen alleen maar meer lost aan. Tuurlijk. Maar lost zijn easy peasy. Vooral als ze twee levensbalken hebben.
Ik ga denk ik op een flash op de grond schieten of zo, of iets. Oké, fuck jou, stoeptegel. Die is dood. En ik ben een rang omhoog. Kijk, dit is wat we nodig hebben. Deze missie is nu al een succes, al is het maar gewoon voor de promoties. We hebben nog wel meer overwatches, dus hier komt Mox. Jezus, iedereen schiet raak. Dit is een goede ambush als je het mij vraagt. En volgens mij komt er nog wel eentje. Nee? Oh, dat was het. Dus Daan had geen schot? Dat is wel apart. In dat geval. Guido. Oh, wauw. Die ene guy is poepsterk. Die heeft 6 levensbalkjes. En dit doet 5 tot 7 damage. Wat we dan gaan doen is... We knallen de guy met het minste leven overhoop. Guido. Hoppatee. 100% kans. Kan niet fout gaan. En we slaan die andere neer. En hopen dat dat genoeg damage doet. Hier gaan staan voor misschien nog wat extra cover. Ook al zullen we dat niet snel nodig hebben. 5. Dat is dus te weinig. Maar goed, dan kan iemand anders hem nou gemakkelijk afmaken. In dat geval... Kom maar lekker vooruit, Lenny. Je gaat ook gewoon voor zo'n 100% schotje. Met de shotgun en al. Nou, klaar. Goeie teamwork van die twee. In dat geval gaan we denk ik verder vooruit. We kunnen Lenny ergens veilig zetten. Ik denk dat het wel lekker is om even een beetje te scouten. Ongetwijfeld komen er wat lost op hem af. Maar kan hij wel handelen. Komt hij wel overeen. 98% om deze guy neer te knallen. Ja, weet je, dan zijn we er vanaf. Let's go. Oké. Rare camera angle, maar sure, hij is dood. En dat is een free action en een extra ability point, omdat het van een hoog punt was. Dan gaan we denk ik mijzelf een heel stuk vooruit zetten. In de hoop nog wat mooie dingen te kunnen scouten. Het is wel een beetje onveilig allemaal. En dit vind ik niet echt een leuke plek. Dus ja, dan toch maar gewoon hier. Ik kan natuurlijk, als ik een halve zet heb gedaan, een blauwe move heb gedaan, kan ik niet meer schieten met de sniper rifle. Dus ik ben sneller geneigd om met mezelf de gele moves te maken en het gewoon te laten aankomen op een volgende beurt. Ja, dan is eigenlijk het hele gevaar wel voorlopig uit de weg geruimd, denk ik. Dus gaan we gewoon lekker veel vooruit lopen en hopen dat we de volgende pot triggeren die ergens bij de data interceptor device zit. Mox kan misschien nu een leuke grapple doen. Doe eens een leuke grapple, Mox. Het is een gratis move, dus waarom ook niet. Hij heeft lekker veel zicht vanaf daar en hij kan helemaal Batman zijn. Hij ziet nog niks. Dan mag Mox een stapje vooruit, denk ik. Een blauwe move om naar binnen te kijken. Kan hij eventueel nog schieten? Oh, was dat wel naar binnen kijken? Oh, dat zijn er wel veel trouwens. Oké, misschien was dit niet zo heel slim. Hoezo zijn het er zoveel? Het waren er net nog 2. Oh, die ene guy is teruggevlucht natuurlijk. Dat is waar ook. Ja, mag ik weer? Want ja, ik wou net zeggen, ik heb nog een halve beurt. 71% om deze guy kapot te knallen. Wat als ik hem justice? Ook oh, zou die guy kunnen justicen. Wie hebben we nog? Mox is letterlijk de laatste die we hebben. Laten we dan deze guy uit de weg ruimen voor 71%. Zodoende. Dan staat Mox naar mijn idee best wel veilig, omdat deze guy toch dat ding aan gaat vallen. En dat is echt een slechte keuze van de AI. Dat ding heeft zoveel leven en je gaat gewoon je beurt verspillen door dat ding een beetje te prikken. Ik had niet verwacht dat ze daar zo makkelijk konden flanken en konden verdwijnen. Maar so be it. Ze schoten toch mis. Wat dat betreft... Lenny. Go crazy, man. Sla hem neer. Zijn we er klaar mee? Hoppatee, Blade Master. Die guy opgeruimd. En volgens mij nog maar 1 enemy in zicht. We hadden betere pistols. En we hebben hier een flanking shot op deze guy. 95%. Ik kan het afmaken. Ik maak het af. Hoppatee, critical en extra loot. Was dit de missie al? Dit was de missie? Dit was bizar flawless.
De Lost hebben niet eens de Advent aan hoeven vallen. En andersom, ik heb ze gewoon allemaal opgeruimd. Wat? Ik weet dat de missie easy zijn, maar een easy missie kan heel makkelijk fout gaan. Maar ik heb het idee dat de laatste tijd hebben we echt een roll gewoon. Dit slaat helemaal nergens meer op. Ik hoop op wat promoties. Er is er in ieder geval eentje voor mij. Ik hoop op meer promoties. Maar dit was een flawless missie. Ik heb niet het idee dat ik enorm goed speelde ofzo. Hier, hoppatee, 4 promoties. Dit is precies wat we nodig hebben. Prima. Laten we het oppakken. Mox, Predel Mox, Mox is sterker. Even kijken, hij kan, als er op hem geschoten wordt, een extra actie krijgen voor de volgende beurt. En dat kan 1 keer per missie. Of een granaat gooien eindigt de ronde niet langer. Dat is wel interessant, want dan kan hij een granaat gooien en daarna schieten. Terwijl hij zou nu alleen kunnen schieten en daarna een granaat gooien. Maar dit zijn best wel, weet je wel, je wilt natuurlijk eerst een granaat gooien, zodat je bijvoorbeeld de cover kapot kan maken en dan schieten. Vind ik wel interessant. Maar gezien Mox speelt als Batman, hij zipt erin, maakt kills, lijkt Reflex me hier het handigst. Dat hij gewoon, als er op hem geschoten wordt, krijgt hij extra beurten, kan hij extra veel Batman zijn. Ik pak dat. Prima. Lenny. Show me what you got. Lenny was de Blade Master, die met sterkere... En hij is gebonden met Arkeo, dat was ik helemaal vergeten. Shadow Step. Sure. Laten we dat pakken. Hij kan niet getriggerd worden, of hij triggert geen Overwatches of Reaction Fire. Dus basically, als iemand Overwatch heeft staan, Lenny kan gewoon recht op hem aflopen en hem neersmappen. Wat is dat een toffe move. Guido, waarom ook niet? Neem er ook eentje. We kunnen hem dezelfde move geven. Of we zeggen Shadow Strike. Dat hij vanuit de schaduw beter werkt. Bonus aim en bonus critical chance. Dat is alleen als hij concealed is. En we hebben Phantom gemist. Ik denk dat dit ook gewoon Shadow Step moet worden. Ik weet dat het saai is om 2 dezelfde rangers te hebben, maar het lijkt me zo overpowered. Waarom niet? En dan mezelf nog. Ik ben corporaal geworden. Longwatch. Longwatch is wel interessant. Return Fire is natuurlijk leuk om meer met de pistool te gaan. En we hebben sterkere pistolen. Maar Michiel wou onze gunslinger zijn. Dus ik ga voor de Longwatch. Wat wil zeggen dat alles wat in Overwatch gebeurt, dat ik kan schieten met mijn rifle in plaats van mijn pistooltje. En dat lijkt me helemaal prima. Jammer dat Daan geen promotie kreeg, maar Daan heeft wel een bond klaar. Daan en Mox kunnen goed samen. Dat is heel vet. Ik denk dat we dat moeten doen. Jazeker. Ik wil Daan uiteindelijk ook nog een ranger maken en hem een vikingzwaard geven. En een ranger samen met een skirmisher, dat is heel interessant. Een specialist zou ook prima zijn, dus dit vind ik prima. Laten we een postertje erbij maken. Wow, dit is wel heel erg lekker fout, 80's. Waar is de randomize knop? Oh nee. Oh nee, dit is de foute positie. Daan, alsjeblieft, nee. Oh, het lettertype ook vooral. Fire and ice? Echt, bovenop de aarde? Prima. Dit is helemaal mooi. Dit is goed. Alright. Dus dat hebben we gedaan. Wat een korte missie. Maar vooral ook een, ja, bijzonder makkelijke. We kunnen zeggen dat we er nog eentje pakken. Of we gaan even kijken wat de metagame nu voor ons in petto heeft. Oh, we kunnen nu ook een autopsie doen op de Lost. Oké. Okay. Die andere 100 Lost die we inmiddels al geslacht hebben, was zo van, nee, die lijken kunnen we niet gebruiken. En we krijgen er een leuke scientist voor. Dus wat wil zeggen dat nou onze autopsie op de Stunlancer wat sneller gaat, omdat we gewoon meer wetenschappers hebben. Leuk. We laten het hierbij, jongens. Dit was het voor deze week van XCOM-dag. We hebben volgende week alweer de 8e aflevering. Mocht je meegenomen worden in een team, we kunnen bijvoorbeeld ook zeggen dat we Predal Mox of Dragonova anders maken. Dat we die naar jou vernoemen of zo. Whatever, dat zou allemaal kunnen. Maar Central, ik ben af aan het sluiten. Dit is niet het moment om jouw monoloog te gaan houden. Hoe dan ook, dat was het voor deze XCOM-dag. Ik bedank je zeker voor het kijken. Laat me weten wat je ervan vond. En hopelijk tot volgende week.